niet 5, niet 10, maar 11 dingen die deze Mercedes GLS heeft, die jouw auto niet heeft. Gaan we. Om te beginnen, de Mercedes GLS heeft E-Active Body Control. En dat betekent dat als je aan het rijden bent en je gaat gewoon een snelle bocht in, dat hij er extra in leunt om ervoor te zorgen dat jij zo min mogelijk van die centrifugale krachten hoeft op te vangen. Dus het is allemaal een soort van comfortverhogend. Dat is een bizar mooi systeem wat Mercedes heeft en dat heeft jouw auto niet. Tweede ding, LED-koplampen met, let op, 112 LED-lampjes per koplamp. Die tot 650 meter ver kunnen schijnen en die de maximaal toegestane lichtopbrengst geven, wat mag volgens de wet, zeg maar. Dus Mercedes heeft gekeken van wat is het maximale licht wat we uit zo'n koplamp mogen pompen op de weg. En dat halen ze. Net dat. Niet eroverheen, hè, want dat zou natuurlijk niet mogen. Haha. Nog een dingetje aan de buitenkant van de Mercedes GLS. Iets wat jouw auto niet heeft. En anders ben je de baas op elke car meeting. 23 inch velgen. 23 inch. 23 is ongeveer mijn been. Maar inclusief band, dus oké, iets minder. Maar nee, het is echt huge. 23 inch is echt heel groot. Het zorgt ervoor dat als je wat verder van de auto af gaat staan en er staat niks bij waar je de auto mee kan vergelijken, dat de auto een soort van gewoon lijkt qua grootte. Maar dat is niet zo, want die auto is 5,21 meter lang. Dat is langer dan een gewone S-klasse, bijna net zo lang als een verlengde S-klasse. 7 bruikbare zitplaatsen. 7 bruikbare zitplaatsen. En nee, die achterbank is niet alleen geschikt voor baby's en mensen met dwerggroei. Nee, serieus, 7 plekken waar je kan zitten. Ik ga het je laten zien ook. Die twee stoelen voorin, die geloven jullie denk ik wel. Dat de achterbank in een auto groter dan een S-klasse een beetje ruim is, dat geloven jullie ook wel. Maar let op, ik ga eventjes aan het knopje zitten hier. Kijk, de voorstoel gaat naar voren. De bank gaat naar voren. Kijk, voorstoel beweegt mee. En er komt een ruime instap zo beschikbaar voor mij om achterin te stappen. Ik ga gewoon vast, want ik ben een ongeduldig mens. Hopla! En kijk aan, ik kan hier gewoon zitten. En ik kan hier ook gewoon rechtop zitten. Ik heb nu de hoofdsteun nog eventjes in mijn rug staan. Op, die doen we even omhoog. Zo, kijk. En nu kan hier echt gewoon zitten. Nu zie je natuurlijk deze. Die staat helemaal in de achterste stand. Ik kan hem eventjes naar me toe halen. Dan kan je zien hoeveel ruimte er overblijft voor de mensen op die zitrij. Gaat ook precies goed met je camera, Martijn. Daar hebben we gewoon over nagedacht van tevoren. Echt niet. Kijk, nu zit ik er gewoon achter. Zit ik rechtop, maar het gaat wel gewoon. Nou, en dan kunnen de mensen op de achterbank dus nog zo zitten. Zou zelfs nog iets naar mij toe kunnen. En zeker als hier gewoon een kind zit in plaats van een volwassen vent van 1,85 meter. Dan is er echt nog wel wat ruimte over. Overigens, en dat is dan het vijfde ding wat je in de GLS kan krijgen. Wat je niet in jouw auto kan krijgen. Optioneel 6 zitplaatsen. En dan wordt deze bank hier, die nu voor mij wegklapt, die wordt vervangen door 2 grote, extra comfortabele stoelen die je met extra instelmogelijkheden en dergelijke nog weer krijgt. Dus daar kan je nog relaxter in zitten dan dat je al op deze riante normale achterbank zou kunnen. Nog iets wat deze Mercedes GLS heeft, en ik blijf nog even hier zitten omdat het relevant is voor de plek waar ik nu ben, wat jouw auto niet heeft, is dat je hier achterin, dit achterste zitrijtje, een eigen klimaatzone kunt krijgen voor de climate control. Dat betekent dat je in totaal 5 zones kan krijgen in de climate control. 2 voorin, 2 voor de middenbank, noem ik het maar even, want het is geen achterbank meer. En eentje voor deze achterbank. Is toch bizar? Nou, we gaan eventjes helemaal naar voren toe, want daar wil ik ook nog wat dingen laten zien. Hop, ik kom er even uit. Het is een lekkere warme dag vandaag. Maar stel dat dat niet zou zijn, dan kan ik dus, ik ga het laten zien hier, hier voorin, ik kan dit laten verwarmen. Dat ik hier een lekker warm armpje van krijg. Deze middenarmsteun. Maar ik kan ook de deurpanelen verwarmen. En dat kan voor en achter. Dus ik kan ook gewoon hier zo dit ding. Kan ook verwarming van aan. Zie je, ik kan hier kiezen. Driver, passenger, rear left, rear right. Ik kan al die panelen laten verwarmen. Dus dan kan ik zo heerlijk even opwarmen nadat ik buiten in de kou ben geweest. Is ook iets wat jouw auto niet heeft. Laten we eerlijk zijn. Nog eentje. Die is ook leuk. Gaan we één dingetje terug in het menu. Heeft je auto ook niet. Ik kan op basis van mijn lichaamslengte de stoel en het stuur laten instellen. Let even goed op wat er nu gebeurt. Hij staat nu op iemand van 2,20 meter.
Nou, dat ben ik niet. Ik ben 1,85 meter. Dus we gaan even terug naar 1,85 meter. En dan zegt hij start positioning. Let op. Oeh, daar ga ik. De leuning gaat iets achterover. Ik ga iets naar voren toe. Nou, dat doet hij helemaal niet zo gek. Ik denk dat ik zelf iets lager zou willen zitten, maar dat heeft meer met mijn persoonlijke voorkeur te maken. Maar op zich, qua zitpositie, zit ik nu best wel heel erg oké. Dus helemaal geen gekke optie. En dat heeft jouw auto niet. Oh, dan moeten we eigenlijk helemaal terug naar achteren. Nou, weet je wat, dat skippen we eventjes. Maar ik ga het je nu wel vertellen. Op de achterste zitrij, waar ik dus net zat, standaard stoelverwarming. Nou, even los van het feit dat de meeste van jullie geen derde zitrij zullen hebben, maar je hebt er zeker geen stoelverwarming. En deze GLS heeft dat dus standaard. En dan hebben we nog de car wash modus. Martijn, even aan de kant, want ik ga de car wash modus instellen. Jij kan van buitenaf filmen. Ik ga ondertussen eventjes hier hop naar de quick access in het automenu. En dan heb ik onderin een car wash mode. En die ga ik nu aanzetten. Let even op wat er gebeurt. Alle ramen zijn open, het dak is open. Kijk, hier, ik kan zwaaien. Ja, allemaal dingen die niet heel erg handig zijn natuurlijk op het moment dat je je auto wil wassen. Dus als ik de car wash mode aandoe, dan gaat hij een aantal dingen doen. Hij gaat ook de spiegels inklappen, maar hij gaat de ramen dicht doen. Hij gaat het dak dicht doen. En er gebeuren nog wat andere dingen. Dat ga ik je ondertussen vertellen. Kijk, alles gaat nu dicht. En de spiegels klappen in. Wat hij ook nog doet, is dat de Parktronic wordt uitgezet. Dus dan gaat hij niet heel irritant piepen op het feit dat hij allerlei dingen dicht bij de auto komen. De parkeersensoren worden uitgeschakeld. De regensensor wordt uitgezet, dus zodat de ruitenwissers niet aangaan. De achterruitenwisser wordt ook uitgezet. En als laatste, en dat is misschien wel de belangrijkste, de auto gaat dus geheel omhoog. En dat doet hij met de simpele reden dat hij daardoor, door de wielgeometrie, worden dan de wielen heel ietsjes naar binnen gehaald, waardoor de auto iets smaller is om in zo'n wasstraat te passen. Natuurlijk niet fysiek, hè, de body blijft even breed, maar de wielen komen wat dichterbij, waardoor die wat makkelijker potentieel in wasstraten past. Hij houdt het hele systeem vast tot 20 km per uur. Op het moment dat je harder gaat rijden dan 20 km per uur, dan klapt hij alles weer klapt hij de spiegels weer uit en is alles weer zoals het was voor die tijd. Dus, nou, dat is leuk. Dan hebben we, en dat was ondertussen ons, even kijken. Ja, dat was ons één laatste puntje. Dat was nummer 10. Dan gaan we nu naar nummer 11. En daarvoor gaan we nog heel eventjes terug naar achteren. Kom Martijn, we gaan naar achteren toe. Kom. Kijk, als ik namelijk de kofferklep open doe, dan heb ik hier de standaard opbergruimte die we hebben als we alle 7 zitrijen gebruiken. Nou, of alle 7 zitplekken gebruiken, alle 3 zitrijen gebruiken. Maar we kunnen natuurlijk meer kofferruimte creëren. En we kunnen alleen de achterstoelen platleggen. Dan hebben we al echt een lel van een kofferbakruimte. Maar we kunnen ook gewoon alles in één keer, gewoon 5 stoelen in één keer platgooien. Met één simpel knopje. Let op, hè. Gaat ie, hè. Hop, 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 hop. Dames en heren, zo ziet 2400 liter aan bagageruimte eruit. Oh, en nu kan je ook nog dat wat we net zeiden zien. Daar zit het knopje voor de stoelverwarming van de derde zitrij. En 180.000 USB-C aansluitingen. En dan rond ik af naar beneden, denk ik. Nee, sommige ik heb ze niet geteld, maar het zijn er heel veel. Alleen de achterste zitrij heeft al 4 USB-C aansluitingen. De middelste zitrij zit er ook een aantal onder de middenarmsteun. En voorin hebben we er in ieder geval ook nog 3 die ik gevonden heb. Maar misschien zijn er nog meer. Ik denk dat er zeker een stuk of 12 USB-C aansluitingen in deze auto zijn. Bizar. Dat was een bonusfeitje. Dat was nummer 12. Dat was de deluxe versie van 11 dingen die jouw auto niet heeft. Was dit 12 dingen die jouw auto niet heeft en een Mercedes GLS wel. Bedankt voor het kijken. Wij gaan weer rijden.